jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Ik begin de werkweek deze keer op dinsdag. Ik heb gisteren een dagje vrij gehad. Ik had wat andere dingen te doen en de diploma-uitreiking van mijn zoon. Dus ja, dat gaat dan wel even voor. Ik begin nu met een ritje. Ja, het is niet zo heel erg spannend. Een klantje bij Amiens lossen, twee IBC'tjes en 28 pallets bij Chartres in de buurt. Nou, dat wil zeggen dat ik vanmiddag ergens wel leeg ben. Tenminste, daar ga ik van uit. Ja, of ik dan nog wat terug kan laaien, weet ik niet. Maar dat hoor ik dan vanzelf wel. En ook voor ons komt de vakantieperiode er natuurlijk aan. Dus ik zal proberen om wat meer kortere ritjes misschien ook mee te vloggen. Dat ik daar wat meer kleine vlogjes van kan maken, zeg maar. Om toch de vakantieperiode te overbruggen. Want ja, ik neem aan dat jullie toch wel graag de filmpjes bekijken. Tenminste. Dat lees ik altijd in de reacties. Dus ja. En mocht je op je vakantieadres zitten al. Of in ieder geval vakantie hebben. Ja, laat het gerust even weten. Ik ga het, in mijn vakantie in ieder geval heb ik geen plannen om weg te gaan. We gaan normaal gesproken dagjes weg of zo. Maar laat maar weten waar je zit. En natuurlijk of dat je kijkt op je vakantieadres. Nou ja, we zijn er in ieder geval aan begonnen, dus ik zou zeggen veel plezier met kijken. Het is bijna 8:30 en ik zou die eerste klant in Amiens kunnen halen om 4:30 uur. Maar ik weet niet wat de situatie daar is. Dus als ik die pallets dan gelost heb, die twee, waar ik vanuit ga dat het zo gebeurd is, dan weet ik niet of ik daar kan blijven staan. Dus ik ga gewoon eerst even lekker een pak koffie drinken zo meteen. En dan ben ik gewoon om 10 uur bij die man. Nou, mooie tijd. Dan komt dat ook wel weer goed. Ja, daarna gaan we Parijs maar proberen te trotseren. Maar eerst het een en dan het ander. Nou, er staan geen bekenden hier zo. Dus ik kom eigenlijk wel even lekker uit. Dan kan ik even lekker op de barrijdersstoel gaan zitten.
Met mijn voeten op het dashboard, ja. Hey, ik heb slecht geslapen vannacht, jongens. Ik heb elk uur van de klok heb ik gezien, zo. En dat heb ik meestal de eerste nacht van de week als ik moet gaan werken. Ja, ik denk dat dat voor velen wel herkenbaar is, maar het was vannacht bar slecht. Dus ik ga even lekker 3 kwartier relaxen. Met een bakje koffie uiteraard. Ja, de koffie was weer op. Dus ik zit al op de ring van Amiens. En we moeten nog 9 kilometer naar de klant. Dus dat komt er helemaal goed. Net voor 10 uur daar. Prima. Even kijken hoor. Hier ziet het eruit als dat ik moet zijn. Maar dan moeten er geen auto's onverwacht oversteken. Dit is een wasstraat voor bulkwagens, tankwagens. En, hoe moet ik het zeggen? Om te spoelen. Als die dingen een product geladen hebben, die tankwagens, en ze zijn leeg, dan moeten ze gespoeld worden. En dit is gewoon de chemische reiniging waar ik moet zijn. Ik kom dus spullen brengen, 2 IBC's. En dat is dan waarschijnlijk schoonmaakmiddel. Kijken wat ik hier kom doen met de zeilwagen. Hartelijk. Hoppakee, ik ga hem even melden. Daar zijn we vanaf. En nu gaan we naar Chartres. Dat is 215 kilometer. Dus tussen 1,5 en 2 jaar. Ligt er een beetje aan hoe dat Parijs loopt. Maar het is ook een beetje vakantietijd hier. Dus ik hoop dat het allemaal meevalt. Dan komt het weer een aardig eind goed. We zitten nu op de N184, de Nationaal 184. Die gaat, daar gaan we eigenlijk links om Parijs heen, dus via de westkant. Wat ik dus straks ook al zei, het is vakantietijd. Ik hou wel een aantal stoplichten, maar hij geeft geen vertraging aan, dus op zich vind ik dat dan prima. We rijden een mooi stukje binnendoor eigenlijk ook, dus helemaal goed. Een beetje de toerist uithangen, hè, moet ook kunnen.
Nou, het gaat hier nog wel een beetje omhoog. Ik heb er 28 pallets in zitten, maar dat is wel bijna 23 ton. 23.000 kilootjes. Schoon aan de haak. Dus ja, hij heeft het een beetje moeilijk. Maar ja, liever hij dan ik. Nou, inmiddels zit ik op de Nationaal 10. Daar kom je eigenlijk op uit als je links om Parijs gaat. En dan kun je de A10 op richting Chartres. Dat heb ik niet gedaan. Want als ik die N10 pak, die loopt eigenlijk gewoon parallel aan de A10. Ja, je hebt geen tol en hoe heet het? Ik kom precies aan de goede kant uit. Anders moet ik op een Chartres af en dan moet ik even een stukje terug. En nou raak ik op mijn gemakje binnen door er naartoe. En ja, dan komt het ook goed. Dus nog 15 kilometer dan zijn we er. Ik heb me even gemeld. Ik moet op deur 20, 21 of 22. Nou, dan heb je keus zat en ze zijn allemaal vrij. Ik moet er alleen ook nog even iemand komen om dat ding te lossen, maar goed. Nou, ik ben gelost en ik moet terugladen in La Bourse. Dat is bij Saint-Omer of zo. In ieder geval in het noorden. Dus dat is 300 kilometer rijden. Nou, dat gaat vandaag niet. Maar ik wil wel zo ver mogelijk komen. Dus ik wil eigenlijk Parijs voorbij weer terug. Dus ja, daar ga ik maar op gokken. Ik kan ook dik 2,5 uur rijden tot aan de 10. Dus ja, moet er heel erg goed komen. Dus we gaan er maar weer snel een begin aan maken. Dan kan ik nog wat doen vandaag. Nou mensen, we zijn de Perifique
zijn we over. Ja, dan zit je een beetje op het einde van de A3. Dan Charles de Gaulle. Ja, dat is ook altijd even een beetje dringen. Maar goed, het is maar een paar kilometer. Dus dat valt op zich wel mee. Half 7, mooi bij het restaurant. Ik kan mijn auto even, tenminste mijn spullen opruimen. En spullen even opruimen en dan gaan we even de douche. En dan een beetje barkballen.
dat ging beter dan de eerste klant. Twee pelletjes stonden eigenlijk gelijk naast motor, wordt op mij gehaald gemeld, dus dat is goed. En dan kijk ik naar de zaak. Dus nou, rijd ik even gezellig een stukje mee, zou ik zeggen. Dat was mijn vlogje weer voor deze week. Ja, ik ga 250 kilometer terug naar de zaak. Ja, dan is het ergens tussen 5:30 en 6:00. Nou ja, er zal wel niet veel meer hoeven te gebeuren, denk ik. Dus ja, dan kijken we wat we morgen krijgen. En dan kan ik daar misschien ook wel weer een vlogje van maken. Dus ja, dat zie ik nog wel eventjes. Dus voor nu zou ik zeggen, prettig weekend en tot de volgende keer. Houdoe!